Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Klaas Dijkhoff. Jullie zouden me kunnen kennen uit een vorig leven uit de politiek of van een quiz op tv, De Slimste Mens. En hoewel je daar natuurlijk een goed brein bij nodig hebt, is dat niet de reden dat ik vandaag met jullie wil gaan spreken over het brein. Ik ga jullie vertellen hoe je brein werkt, hoe ons brein van ons allemaal werkt, hoe dat beïnvloed wordt, maar dus ook hoe jullie op je werk dat kunnen beïnvloeden of waar je tegenaan kunt lopen. Want jullie ondersteunen het werk van heel veel mensen. Dat is ontzettend belangrijk. En ik zal jullie laten zien hoe jullie werk zelfs kan beïnvloeden hoe lang iemand de cel ingaat. Waar het allemaal mee begint, is die grijze massa in ons hoofd. Hoe dat precies werkt. En daar is gelukkig heel erg veel onderzoek naar gedaan. Dus dat kunnen we ook goed ontleden. Het probleem is alleen dat we er zelf niet zoveel belangstelling in lijken te hebben. Dat we als we met elkaar praten toch vooral afgaan op wat er in ons eigen hoofd gebeurt. Wat wij denken dat iemand anders gaat doen in plaats van dat gewoon te meten. En als je snapt hoe mensen beslissingen nemen, hoe ze tot keuzes komen, hoe ze hun mening vormen, dan kun je die ook beïnvloeden. Daar kun je hele foute dingen mee doen. Dan moet je ons niet bellen. Maar je kunt er gelukkig ook dingen mee doen die heel veel empathie toevoegen en die het leven van mensen beter maken, omdat hun gedrag gestuurd wordt naar een manier die hun leven zelf verbetert. Eén ding wil ik aan jullie vragen nu. Hoeveel procent denken jullie dat we beslissingen nemen op rationele manier of juist automatisch op instinct? Ik heb net begrepen dat daar in een linker balkje een derde knopje voor nodig is. En ik ben heel benieuwd wat jullie inschatting is. Ik zal vast verklappen, er zit geen verschil tussen mannen en vrouwen. Er zit geen verschil tussen culturen, geloven of wat dan ook. Bij alle mensen is het in het percentage hetzelfde hoeveel beslissingen we rationeel nemen en hoeveel beslissingen we onbewust nemen. Als je denkt dat we de meeste beslissingen toch goed over nadenken, zou ik zeggen A. Dan doen we heel weinig op instinct. En als je denkt dat het iets meer dan de helft is, dan doe je B. En als je denkt dat bijna alle beslissingen onbewust worden genomen, dan ga je naar C. Nou, we zien het balkje al. En ik heb te maken vandaag gelukkig met heel intelligent publiek. Want het is inderdaad, antwoord C, meer dan 90% van onze beslissingen. Sterker nog, het is ongeveer 98% van alle beslissingen die we nemen. En dan zou je eerst misschien geschokt kunnen zijn. Of jezelf er niet in herkennen. Dat je denkt, ik ben veel rationeler, ik weet alles supergoed af. Maar moet je eens nagaan hoeveel beslissingen we op een dag moeten nemen. Als je alleen al auto rijdt, elke tegenligger is een potentieel gevaar. Je zou knettergek worden als je bij elke beslissing moet gaan nadenken, spreadsheets maken, afwegen. Het zou het leven ook helemaal niet leuk maken. Ik weet ook niet, ik hoop niet dat er iemand nu kijkt die denkt, nou, zo heb ik anders wel mijn partner ooit gekozen met 25 spreadsheets en vergelijkingen erbij. Dus de belangrijkste beslissingen in ons leven nemen we onbewust. En dat is maar goed ook, want ons brein is het meest energieverslindende lichaamsdeel wat we hebben. Dus dat zetten we heel spaarzaam in. Neem je bijvoorbeeld je eerste rijles. Als je die nog kunt herinneren, die was waarschijnlijk ontzettend vermoeiend. Je moest allerlei dingen doen die je niet gewend bent. Het brengt allerlei stress met zich mee. Je bent uit je comfortzone. Je zit in één keer in een voertuig dat heel snel is. Er komen allerlei andere mensen op je af. Je moet ook nog over je schouder heen kijken. Er zit iemand naast je ook nog de hele tijd op te letten. En te kijken, op je vingers te kijken wat je moet doen. Het is echt dodelijk vermoeiend. Maar op een gegeven moment lukt dat. Word je er beter in. Haal je rijbewijs. En nu denk je waarschijnlijk dat je zo goed kunt uitrijden dat je ook nog wel even een appje kunt versturen onderweg. En dat gaat betekenen dat al die activiteiten van systeem 2, het vermoeiende, het nadenken, naar systeem 1 zijn geschoven. Het automatische, in reflexen. Als je tegenligger niet zwabbert, zal het wel goed zijn. Geen aandacht meer aan besteden. 70% van de chauffeurs vindt zichzelf dan ook een bovengemiddeld goede chauffeur. En ook dat zijn niet alleen mannen. Laten we eens kijken hoe je op andere plekken beïnvloed wordt. Hoe jullie eigenlijk constant beïnvloed worden, wij allemaal. Laten we een voorbeeld nemen uit de supermarkt. Ik heb hier 3 producten. Ik weet niet, ik heb ze niet allemaal persoonlijk getest, maar ze beweren allemaal een mango te smaken. Ik zou van jullie willen weten welk van deze 3 jullie denken dat het meest vers is. Cool Best, A, appelsientje mango, B of Maza mango, C. Maakt me niet uit welke je zelf drinkt of hoeveel ervan. En de antwoorden zijn ook niet naar een individu te herleiden. Je kunt het dus niet fout doen vandaag. Maak gebruik van die unieke kans. Dan ben ik heel benieuwd welk product het meest vers is in jullie ogen. We gaan massaal voor Cool Best. Nou, ik zou dan de mensen achter Cool Best willen feliciteren. Want dat is precies waar ze alle marketing aan uitgeven. Wat ze heel slim doen bij Cool Best
ga ik zo onthullen. Want ik wil ook nog even weten of er verschil bij jullie zit tussen je perceptie van het meest vers of het meest gezond. Is vers ook automatisch het meest gezond? Ik weet wel welke ik het lekkerst vind. Het zal waarschijnlijk degene zijn met de meeste suiker. Dat zul je net zien. Daar draait het toch vaak om de smaak, hè, als je het kiest. Wat ze bij... Even kijken of jullie ook nog antwoorden zijn. Wat ze in ieder geval bij Coolbest heel slim doen, is dat het in het koelvak staat. Daardoor krijg je waarschijnlijk ook de uitslag van net dat dat het meest vers is. En nu heb ik een vraag gesteld. Nu gaat je systeem 2 helemaal aan de slag. Want nu denk je, het antwoord kan niet hetzelfde zijn als net. Eerlijk gezegd, er zit niet zoveel verschil tussen A en B. C wel, dat is gewoon heel veel suiker. Daar zijn jullie dan niet zo heel erg ingetrapt. Of je moet toevallig zelf drinken, dan ben je er waarschijnlijk fan van. Wat ze bij Coolbest heel slim doen, is een trucje met ons brein. Ze doen het in het koelschap. Daar staat het. Daardoor denken we, dit is verser en dit is gezonder. Ze hebben er ook een slogan van gemaakt. Alle associaties in hun marketing zijn gericht op het koude, op het koele. Dat je denkt, dit is echt vers, het moet wel koel staan. Maar het grappige is, het had ook gewoon in het vak kunnen staan naast de appelsientje. Er is geen enkele reden dat het gekoeld moet staan. Tenzij je het als gemaksproduct zou zien, waarbij mensen het meteen gaan drinken uit het pak. Maar dat lijkt me vrij sterk in dit geval. Maar zijn er gewoon achtergekomen dat wij bereid zijn meer te betalen voor Coolbest dan het kost om het in de koeling te laten zitten in de supermarkt. En zo wordt ons brein dus door die associaties, door het koelen, op het verkeerde been gezet. En denken we dat het verser en gezonder is. Terwijl het beste wat je kunt doen is net naast het koelschap gewoon vers fruit kopen, schillen en opeten. Nou, dit is misschien nog een onschuldige beïnvloeding. We kopen een ander pak sap. Nou, wat maakt het allemaal uit? Maar als je even doordenkt en naar je telefoon kijkt, wat je dus nu niet moet doen, want je bent mij aan het volgen. Dan snap je dat die beïnvloeding van ons brein constant gebruikt wordt om ons aan het schermpje gekluisterd te houden. Zodat uiteindelijk een vriendengroep die toch echt niet naar een restaurant zijn gegaan om daar op een telefoon te kijken, zomaar in deze situatie kan belanden. Nou, dan kun je ook denken, ja, eigen verantwoordelijkheid moet je maar wegleggen. Maar als je dan naar TikTok denkt of Instagram en hoeveel effecten dat heeft op jonge mensen en het zelfbeeld van jonge mensen, dat het zelfs leidt tot meer zelfmoordpogingen, alleen maar omdat we geobsedeerd raken en ons brein de hele tijd getriggerd wordt door daarna te kijken, onszelf te spiegelen, dan snap je dat die beïnvloeding iets is waar je heel zorgvuldig mee om moet gaan. Dus alles wat ik hierna vertel, pas het alleen maar toe als je de mensen dienst mee bewijst. En niet als je ten koste van anderen alleen maar eigen voordeel hebt. Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, ook als je een setting moet creëren op het werk, of als je gedrag wil beïnvloeden, is een keuzearchitectuur aanbieden. Hoe je een keuze presenteert, bepaalt eigenlijk voor het grootste deel welke keuze er gemaakt wordt. En ik wil jullie eigenlijk ook gewoon vragen, puur doe het zo snel, denk er niet over na. Er zijn geen foute antwoorden, maar om hier een keuze in te maken. Wat zou je kiezen? Je staat bij een pompstation of in een koffietent, het maakt mij even niet uit. Waar gaat je keuze naar uit? Wat is de deal waar je voor gaat? Ga je alleen voor de koffie? Ga je voor de cupcake? Of ga je voor de combi? Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik weiger zelf altijd pertinent de combi's. Maar dat komt omdat ze me dan vruchtensap willen geven. En ik heb net achtergehaald hoe ongezond het eigenlijk is. Dus daar trap ik dus niet meer in. Maar ik ben heel benieuwd hoe het hier gaat. Nou, jullie zijn aan koffie toe en hierna de lunch. Dus dat is inderdaad de hele slimme deal. Er gaan ook best veel mensen nog voor de combi deal. En bijna niemand pakt alleen die cupcake. Nou, dat snap ik. Hier word je enorm getriggerd. Waarschijnlijk ging iedereen alleen naar binnen naar koffie. En 3 op de 10 mensen heb je toch zover gekregen om die combi te pakken. Terwijl als je het zo had aangeboden, dan wordt die combi deal een stuk minder aantrekkelijk. Dus wat ze hier doen, en dat doen ze bij koffie, dat doen ze ook als ze je abonnementen willen verkopen op dure bladen als The Economist, doen ze er een afleidingsmanoeuvre tussen. Dan pak je dus een optie die eigenlijk bezopen is, want niemand gaat er alleen een cupcake kopen als je voor 5 cent meer koffie krijgt. Tenzij je koffie niet te zuipen vindt natuurlijk. Dus die stop je er alleen maar tussen, zodat die combi-deal aantrekkelijker lijkt. Het werkt zelfs zo dat als je op een menukaart in een restaurant, misschien kun je dat een keer proberen in een bedrijfskantine, als je daar onderaan een auto neerzet, Maserati 5 ton, dat is zo voor de inflatie, dat dan mensen, niemand heeft natuurlijk ooit die Maserati gekocht in die weken dat ze dat aanboden. Dat was een restaurant in New York, 0 Maseratis verkocht, dus je zou zeggen mislukt. Maar wat ze wel zagen is dat toen per tafel het bedrag dat besteed werd aan eten en drinken toenam.
Gewoon omdat je ergens een soort optie hebt waarvan je denkt, nou, dat ga ik sowieso niet doen. Maar je waardeperceptie is daarna gestegen. Een restaurant dat Bord 13 heet, goed restaurant, een Malmö, Zweden, kan ik iedereen aanbevelen. Doet het niet zo slim. Je kunt je beter anno 1847 noemen, want dan heb je een hoger nummer in je hoofd, een hoger cijfer. En ben je bereid meer uit te geven. Dus voor de mensen die in die hoek zitten, doe je voordeel mee. Maar het allerbelangrijkste om te weten is, wat is jouw rol in het leven van mensen? Het product dat je aanbiedt, de dienst wat je aanbiedt. Wat doet die eigenlijk? Je kunt natuurlijk zeggen functioneel, ja. Ik maak iets schoon, ik bied eten aan, dat is heel functioneel. Maar in het leven van mensen denken we niet zozeer in die functies. Daar hebben we andere behoeftes. Je hebt soms behoefte aan lekker eten. Soms heb je behoefte aan snel eten. Soms moet het vullen. Soms heb je alleen maar even behoefte aan een shot cafeïne. Afhankelijk van wat dat moment, wat dat, die rol is, is jouw aanbod wel of niet het meest geschikt en zal het gekozen worden. En daarom is het van groot belang dat je zo radicaal mogelijk van buiten naar binnen denkt. Dat je niet probeert iemand te overtuigen omdat je net een uitvinding hebt gedaan of een nieuwe dienst en er helemaal van overtuigd bent en dan bij die andere als een soort predikant gaat vertellen waarom die dat zou moeten volgen. Dat het allemaal zo briljant bedacht is en dat het leven er zoveel beter van wordt. Als dat zo is, begin daar dan mee. Ga gewoon nadenken, wat speelt mijn product of dienst, welke rol speelt die in het leven van mensen. En een belangrijk voorbeeld daarvan, of een bekend voorbeeld uit Job to be Done denken, is een onderzoek geweest bij een vrij grote fastfoodketen. En die verkocht heel veel milkshakes en die wilden meer milkshakes verkopen. Daar hebben ze heel veel onderzoek naar gedaan. Zijn steeds klanten gaan vragen, wat vindt u van een milkshake? Is hij te zoet? Moet er iets anders aan? En elke keer als ze onderzoek hadden gedaan, luisterden ze naar de klant, passen ze die milkshake aan en had het nul effect op de verkoop. Toen zijn ze het anders gaan benaderen. Waarom koopt eigenlijk iemand een milkshake? Waarom kiezen ze daarvoor en niet voor iets anders? Wat zijn eigenlijk de concurrenten? Nou bleek dat, het was in Amerika, maar vrees dat het al nooit lang duurt voordat het hier ook gebeurt, superveel milkshakes 's ochtends vroeg verkocht werden. Op een moment dat mensen nog naar hun werk moesten rijden. En dat bleek nou, ze kochten niet een milkshake omdat ze zo superveel zin hadden in de milkshake. Ze hadden iets nodig dat ongeveer 20, 25 minuten bezig hield. Dat makkelijk in één hand past, want je moet ook nog sturen. En dat je een vol gevoel geeft tot aan de lunch. En als je zo ernaar kijkt, blijkt dat je niet concurreert met milkshakes van een andere fastfoodketen. Maar dat je concurreert met alles wat die functie kan vervullen. En de oplossing was daarom niet per se heel veel aan die milkshakes doen. Maar je vruchtensappen omkatten tot smoothies. Want dan duurt het ook langer voordat je ze op hebt. Blijven ze ook langer hangen. Van je koffie allemaal frappuccino's gaan maken. Zodat je een veel groter aanbod hebt van dingen die makkelijk in een auto te drinken zijn. 20 tot 25 minuten duren voordat je ze opkrijgt. En je een vol gevoel geven tot de lunch. Ze maakten toen de milkshakes ietsje dikker. Toen zakte de omzet in de middag. Hebben ze daar weer onderzoek naar gedaan. Wat bleek nou? 'S middags kopen mensen milkshakes om hun kinderen zoet te houden op de achterbank. Maar dat duurt geen 25 minuten, dat ritje naar het voetbal of naar de muziekles. Dus toen moest het juist een kleinere verpakking en dunner, zodat die wat sneller op was. Nou, zoiets kun je nooit bedenken als je van binnen naar buiten nadenkt over je optimale product. Maar wel als je precies weet welke rol jij vervult met jouw product of dienst in het leven van de klant, de ontvanger en de gebruiker. Ander voorbeeld, waarom kopen jullie bier? Het antwoord kan natuurlijk zijn, ik koop nooit bier. Sla dan deze maar even over. Maar ik ben heel benieuwd welke functie bier heeft voor jullie. Is dat omdat je wil genieten van de smaak? Is het omdat je gasten over de vloer krijgt en je wil ze iets goed schenken? Koop je bier om dronken te worden? Het is weer bijna carnaval, dus het zou een goed antwoord kunnen zijn. Of doe je het, ja, bier. Ja, ik drink eigenlijk vooral bier als ik met vrienden samen ben en het is een sfeertje. Ik ben heel benieuwd welke er het meeste uitspringt bij jullie. Want voor de verkoper van bier is dit cruciaal om te weten wat er gebeurt. Dronken worden, heel eerlijk, dat waardeer ik. Zijn er weinig. Je gast iets goed schenken, genieten van de smaak en de meeste met vrienden samen zijn. Nou, ik ben heel blij dat dit eruit komt. Het is ook consistent wat wij met onze onderzoekstoeling voor klanten in de bierhoek vinden. Het bier dat jou het meest het gevoel geeft dat je vrienden je waarderen, dat is het belangrijkste. Dus het is heel vervelend voor de mensen in het lab die heel hun tijd spenderen aan een nog iets betere smaak. Dat proeven we amper. Als je je gasten iets goed schenkt, voor de mensen die dat het belangrijkste functie was, die zullen ander bier kopen dan de mensen die zeggen ik wil zo snel mogelijk dronken worden. Dus ik heb nog nooit aan tafel gezeten en Schultenbrouw in een mooi glas geschonken.
Dus hier zie je al dat eigenlijk met zo'n simpel product als bier, van je denkt, ja, wat staat nou moeilijk aan? Je is helemaal afhankelijk van welke rol je vervult, waarom mensen het kopen, zult moeten richten om bij dat brein binnen te komen en als eerste gekozen te worden. Vandaar dat zoveel biermerken vriendengroepen in commercials hebben zitten. Nou, hier nog een paar andere voorbeelden. Ja, wijn drinken, ja. Meestal houdt dat samen met of relaxen na het werk of genieten van je eten. De koppeling aan eten is heel belangrijk. In één keer mensen die een biertje drinken, gaan ze aan tafel, dan moet het ineens wijn zijn. Nou, dat is heel slim gedaan, dat die associatie in ons brein zo is aangelegd. De sportschool, afhankelijk van welke functie dat vervult, heb je ook een ander type sportschool. Je hebt sportscholen waar de meeste mensen vitaal willen blijven, een beetje fit willen blijven. Nou, je hebt sportscholen die vooral draaien om je eigen biceps kussen en een foto op de socials. Nou, die zullen hun interieur wat Instagram waardiger moeten maken. En je hebt natuurlijk sportscholen die eigenlijk een soort verkapte datingpools zijn, waar je gewoon op dinsdag heen gaat om een date voor zaterdag te scoren. Nou, afhankelijk van welke functie mensen hebben die naar de sportschool gaan, heb je wel of niet veel goede apparatuur nodig en is het interieur van belang. Het boeken van een hotelkamer. Als je dat weet om te katten naar je geen toerist voelen, een beetje de wereld ontdekken, dan heb je in één keer het businessmodel van Airbnb te pakken, waardoor die alle hotels konden verrassen en een inbreuk konden maken in die wereld. En het drinken van een milkshake hebben we uitgebreid besproken. Afhankelijk van waarom je dat doet, moet je hem aanpassen. Maar weinig mensen gaven het antwoord. Ik wil namelijk zo snel mogelijk, zoveel mogelijk lege calorieën binnenkrijgen om lekker dik te worden. Dat is toch weinig wat mensen associëren met een milkshake. Maar het kan wel gebeuren. Nou is ook de vraag, als je mensen stuurt via het onderbewuste, hoe pak je dat dan aan? Leuk die theorie, leuk die kennis, maar hoe pas je het toe? Fijn, ik zet voortaan dingen in het koelschap, daar kan ik er meer van vragen. Nou, dat soort trucs, die werken natuurlijk in bredere varianten ook. Denk even na. Wat zou je kunnen doen als je een bibliotheek hebt met één verdieping? En je hebt wel een lift. En iedereen maakt gebruik van die lift, terwijl er gewoon een trap naast zit. Het kost heel veel stroom. Waarom zou je het doen? Iedereen maakt gebruik van die lift. Nou, dan kun je inspelen op rationele argumenten. Het is maar één tree. De boetes worden hoger. De belastinggeld naar de BIEB wordt duurder als iedereen de lift blijft pakken. Klopt helemaal. Ik denk dat het weinig effect heeft. Je zou nog een pijl kunnen doen naar pak alsjeblieft de trap. Maar het meest effectief is het brein, in het brein een hele simpele associatie geven dat die lift niet voor hen is. Deze sticker hebben we gebruikt, gewoon om eens te proberen. Kon er ook makkelijk weer vanaf. En je zag gewoon dat bijna niemand meer die lift gebruikte, tenzij die echt bij deze doelgroep hoorde. Het was geen verbod, staat nergens, u mag de lift anders niet gebruiken. Het was niet naar, het was niet onvriendelijk. Maar door dit op een lift te plakken, denken de meeste mensen automatisch een split second, oh ja, wacht, het is niet voor mij, en pakken ze de trap. Hoe je een optie aanbiedt, wat de standaard optie is, is ook cruciaal. Meestal zijn we gewend om te redeneren. Iedereen heeft een vrije keuze. Iedereen kan het gewoon pakken. Je kunt er zelf over nadenken. En je pakt het wel of niet. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit dat de standaard is. Maar blijkt nu in ons brein dat wat de standaard is, bepaalt eigenlijk voor het grootste deel de uitkomst. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Je zag het net ook bij de polls. Zodra jullie van elkaar kunnen zien waar je op stemt, heeft dat invloed op je stem. Meteen onbewust, ook al zou je het zelf niet zo ervaren. Hier ook, als we zeggen, nou, de standaard is A, maar je kunt opgeven B. Neem diners, je krijgt een mailtje, hartstikke leuk dat je komt eten. Dan wordt er meestal gevraagd, als je allergieën hebt of dieetwensen of vegetariër bent, geef het dan even aan. Nou, dan zullen alleen de mensen die echt allergieën hebben, want je wilt natuurlijk niet dood na een maaltijd, of echt overtuigd vegetariër zijn, zullen dat aangeven. Als je mensen mailt, fijn dat u komt eten, standaard heeft u een vegetarische maaltijd, wilt u echt heel graag vlees, geen enkel probleem, meeleven. Dan zullen heel weinig mensen die in het eerste voorbeeld hadden genoten van een biefstukje, ook nog de moeite gaan nemen om te mailen, nee, ik wil vlees. Want er is toch een soort uitstraling uit die mail dat de standaard is vegetarische maaltijd. Dat zal ook wel de groepsnorm zijn. En ja, hoeveel maakt het jou nou eigenlijk uit wat je daar gaat eten? Meestal zie je het amper en moet je er moeite in steken. Geen moeite is altijd beter. Maar dat werkt dus zelfs bij zoiets heftigs als orgaandonatie. Links die gele balkjes, dat zijn landen waar Nederland tot voor kort ook bij hoorde. Waarvan we zeiden, weet je, orgaandonor supergoed, je kunt er levens mee redden. Doe het vooral, net zoals stamceldonor en bloeddonor. Maar het is niet standaard. Standaard ben je geen donor, tenzij je een keer een briefje invult.
En in Nederland hebben we ook heel veel moeite gedaan. Heel veel campagnes, allerlei momenten. Rijbewijs, gemeentehuis. Heel vaak kreeg je te horen, bent u nog geen donor? De mogelijkheid is er, u zult er zoveel goeds mee doen. Meld u aan, super simpel. Nou, als je superveel moeite insteekt, dan krijg je mensen zover dat iets meer dan een kwart van de bevolking in Nederland, kunnen we super trots op zijn, heeft zich vrijwillig aangemeld. Maar als we dan naar de landen kijken waarvan de overheid zegt, je hoeft echt geen donor te worden, als je het niet wil, geen enkel probleem, gewoon 2 muisklikken, je bent afgemeld. Maar standaard hebben we je vast aangemeld. Dan zie je dat als je een land als Zweden neemt, waar ze heel veel nadruk leggen op, het hoeft echt niet, het is geen verplichting, u bent tot niks verplicht. Dan zie je dat best veel mensen zich nog afmelden. Maar ook dan blijft gewoon bijna 86% donor. En dat verschil, dat is niet luiheid of ander soort mensen. Ik bedoel, ja, België, Zweden, Duitsland, Nederland. We zijn wel verschillend. Maar laten we niet doen alsof het een totale andere wereld is. Het heeft gewoon te maken met wat is de standaard? Waar moet ik moeite voor doen? En wat stralen we uit dat de groepsnorm is? Dus zelfs bij dit soort cruciale onderwerpen maakt die standaardsetting heel veel uit. Dus ook voor jullie, als je in de omgeving een variant hebt en iets aanbiedt, keur het nooit af omdat je zegt, nou, we hebben iets nieuws geprobeerd, dat hebben mensen aangeboden als optie en bijna niemand koos ervoor. Nee, dat zal wel. Maar als je die nieuwe optie standaard had gemaakt en mensen voor het oude had laten kiezen, had dat weer bijna niemand gedaan. Dit is vooral voor de mensen die ook in de voedselvoorziening werken cruciaal. Maar je kunt het ook breder trekken. Deze grafiek, is misschien heel raar, het is niet iemand zijn hartslag gelukkig. Dit is eigenlijk gewoon een rechtszaal. Dus mensen komen naar binnen. Dit gaat over of je vervroegd vrij mag komen. En de grafiek laat zien hoe groot de kans is dat een rechter in jouw voordeel oordeelt. Dus dat de rechter zegt, u zit al zo lang, u heeft zich goed gedragen, u mag al wat eerder vrij of u mag met verlof. En dan zie je dat je steeds eerst een vrij hoge kans hebt. En dan zakt het iedere keer naar bijna nul. En dan stijgt het in één keer weer. En die momenten dat het stijgt, dat zijn de pauzes die mensen hadden. Dus hier zie je dat jouw advocaat en jouw zaak is superbelangrijk. Maar het allerbelangrijkste is nog wel, heeft de rechter net gegeten als hij je zaak behandelt. Dus de kwaliteit van eten, hoe mensen zich voelen, de sfeer eromheen, of het prettig is, of het schoon is, of het er leuk uitziet, of mensen zich op hun gemak voelen en dus of ze goed gegeten hebben, is gruwelijk bepalend voor hoe ons brein naar identieke zaken kijkt. Hoe we oordelen over belangrijke zaken. En dit zijn rechters. Je zou denken, die zijn er immuun voor. Nee, het zijn gewoon mensen. Dus dit soort effecten hebben ze eerst op hen ook. Ik weet ook nog, toen ik in de politiek zat en in Den Haag werkte, dat als mensen iets wilden vragen waarvan ze niet zeker wisten of ik het goed zou vinden, dat ze eerst aan de secretaresse vroegen of ik al gegeten had. En zo nee, dan kwamen ze een uurtje later wel weer terug. Nou, die hadden dus heel goed door hoe het bij mij werkt als ik hangry werd. Maar dit geldt dus voor iedereen. Dus dat blijkt dus de kwaliteit van alles om het werk heen, van alle faciliteiten, kan heel doorslaggevend zijn, zelfs voor hoe lang mensen in de bak moeten zitten. Een ander effect waar je weinig aan kunt doen, en dat is ook super oneerlijk, maar het is wel heel hardnekkig bij mensen, is dat mensen die aantrekkelijk zijn, allerlei voordelen hebben. Dus dat noemen ze het halo-effect. Dat betekent dat ons brein denkt bij iemand die knap is, dan zal die andere dingen ook wel goed kunnen. Of als we iemand die uitblinkt in één ding, dan zal die ook andere dingen wel goed kunnen. Dat zijn de dingen die we aan mensen toeschrijven. Nou, hier kun je natuurlijk zelf al iets aan doen. Maar dat betekent ook dat representativiteit, hoe mensen overkomen, of ze vriendelijk zijn, of ze er verzorgd uitzien, dat het heel erg uitmaakt voor hoe wij op elkaar reageren en hoe ons brein reageert. Dus ook dat is een niet te onderschatten onderdeel van je werk en hoe je presenteert aan anderen. Het is helaas zo, blijkt ook uit onderzoek naar sollicitaties, dat in de eerste 10 seconden eigenlijk al wel beslist is door systeem 1, wil ik met deze persoon in zee. En de rest van het gesprek dient dan eigenlijk om systeem 2 de tijd te geven argumenten te vinden bij die beslissing die de eerste 10 seconden al genomen is. En daarbij hebben dingen als verzorgdheid, herkenbaarheid, uiterlijk goed overkomen, hebben helaas een grote rol. Dus ja, mensen die zeggen, ik heb altijd even 5 minuten nodig om op dreef te komen in een gesprek, ja, hebben bij sollicitaties een groot nadeel. Dus dan moet je eigenlijk op de gang met iemand anders die eerste 5 minuten proberen te doen en dan het gesprek inrollen. Anders zet je jezelf grote achterstand. Dit soort dingen die in je brein heel snel werken, en als jullie daar vragen over hebben, stel ze gerust. Dan ga ik er op het eind op de iPad een paar uitlichten. Misschien heb je al een vraag hoe je het kunt toepassen op je eigen zaak. Nou, dan zal ik kijken of ik daar meteen iets op kan zeggen. Dit soort dingen kun je
gebruiken dus om mensen te verleiden tot bepaald gedrag. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk, als je mannen goed wil laten mikken in het urinoir, kun je allerlei briefjes ophangen. Denkt u ook aan de schoonmaker? Nou, dat denken ze aan de schoonmaker terwijl ze ernaast plassen, dus dat heeft niet zoveel zin. Dat leidt niet tot een verbetering van gedrag, maar dat stomme vliegje, dat blijft maar elke dag werken. Zo werkt het bij allerlei dingen in ons brein. Als je mensen wil dat ze een handdoek hergebruiken, dan werkt het beste om het zo specifiek mogelijk te adviseren. Dus niet, u helpt het klimaat als u uw handdoek hergebruikt, of heel veel mensen hergebruiken een handdoek. Nee, dan werkt het beste als je zegt, 85% van de gasten in deze hotelkamer gebruikt een handdoek 2 keer. Dat is de meest specifieke, in die context bepaalde boodschap, die het snelste binnenkomt in ons systeem 1 en het langs blijft werken. Maar je kunt hem ook gebruiken om iets aan te prijzen, terwijl je eigenlijk niet wilde mensen het gebruiken. Ik heb er geen bewijs voor. Ze verkopen genoeg milkshakes uit het eerdere voorbeeld. Dus ik kan nu ook al iets kritisch bevragen. McDonald's gaat mee met de tijd en biedt aan mensen die geen vlees willen eten een McPlant aan. Nou, qua gezondheid is het ongeveer hetzelfde als vlees, dus daar hoef je het niet voor te doen. Maar het is wel minder schadelijk voor het klimaat en er is geen dier dat ervoor geslacht is. Maar door het McPlant te noemen, lever je wel een hele grote barrière. Je moet iets, een raar woord uitspreken. Stel je voor, je staat met een vriendengroep, dan is een McPlant, dan ben jij die ene die iets anders bestelt. Een afwijkende naam. Het is niet zo smakelijk als een Big Mac. Als je echt wil dat mensen massaal overstappen, dan moet je eigenlijk vanaf nu zeggen, iedereen die een Big Mac bestelt, krijgt een vervanger. En als je de traditionele wil, dan moet je zeggen, ik wil graag een Big Mac met vlees of een Big Meat of hoe je die dan ook wil noemen. Alcoholvrij bier, een van de grote barrières om het te drinken, was dat je een flesje had dat er totaal anders uitzag wat al je vrienden in de hand hadden. En we zagen eerder al, ook bij jullie, de belangrijkste functie van bier is gezellig met je vrienden hangen. Dus vanaf het moment dat de alcoholvrij bierflesjes, zoals je nu in de supermarkt ziet en in de horeca, er bijna hetzelfde uitzien, in ieder geval niet meer meteen op afstand een hele andere kleur hebben, maakt het de drempel om dat te gebruiken veel lager. Dus als je echt dit product wil verkopen, massaal, had je denk ik een andere naam moeten gebruiken. Voordeel van deze naam is de kleine groep mensen die niet alleen wel eens een keer geen vlees wil eten, maar ook zich wel echt wil associëren als vegetariër, die hebben wel een soort virtue signaling, noemen we dat in het brein. Hè? Een soort onderscheidend kenmerk, dat ze zeggen dat je eigenlijk extra hard kunt bestellen McPlant, zodat iedereen om je heen hoort dat jij een vegetariër bent. Maar dat is maar een kleine doelgroep. Als je mensen zoals ik wil over laten stappen, dat kan best, maar dan moet je me gewoon het meest normaal laten lijken en niet afwijkend. Waar ze dat heel goed door hadden, was in Blijdorp, in de dierentuin. Sowieso, ik kom vaak in de Beekse Bergen en ik bestel daar ook wel eens wat te eten. En ik ben me er wel van bewust dat het misschien raar is om naar dieren te kijken terwijl je eet. Maar dat belet me niet om het te doen. Wat ze in Blijdorp hebben gedaan, die dachten, we hoeven allemaal geen credits, we hoeven er geen punt van te maken. We gaan gewoon vega-kroketten verkopen, maar we willen geen gedoe. Dus als iedereen die een broodje kroket bestelt, krijgt gewoon voortaan een broodje kroket, maar dan zonder vlees. Niemand heeft het gemerkt, niemand heeft erover geklaagd. En als je dan na een paar jaar zegt, ja, dat doen we eigenlijk al jaren, dan denken mensen, oh, ja, oké, het zal wel. En zo kun je mensen dus heel makkelijk laten overstappen door het onbewuste brein niet te vertellen. En dan heb je het in één keer ook niet door. Nou, je kunt dit soort dingen op veel terreinen toepassen. Hier hebben we weer een fitnessstudio. Dit is menselijk gedrag in een notendop. Systeem 2 zou niet in zijn hoofd halen om de roltrap te nemen. En systeem 2 zorgt ervoor dat bijna iedereen de roltrap neemt. Dan kun je nog zeggen, ja, het heeft ook weinig zin om van huis uit, meestal komen mensen ook aan met de auto. Dat vind ik dan ook, als u bij het zien van dit plaatje dacht, ja, ik zou dit nooit doen, de roltrap nemen. Dan vraag ik me af, gaat u dan wel met uw auto naar het sporten? Het zou natuurlijk ook zinloos zijn als je al gaat fietsen of lopen naar de fitness en dan ook nog trappen gaat lopen, dan heb je al gesport. Dat is zonde van je abonnement. Maar dit is wat mensen echt goed kunnen doen. Dit is wat systeem 1 geen enkel probleem vindt. Je kunt heel makkelijk zorgen dat ze toch de trap nemen. Je kunt de roltrap uitzetten. Dat is natuurlijk een vrij eenvoudige, maar dat is een beetje vervelend voor mensen die misschien naast de fitnesszaak naar iets anders moeten en minder goed ter been zijn. Maar je kunt het ook met een paar stickers oplossen. Dus op deze manier, je hebt niks gezegd, je hebt niemand iets verboden. Mensen zullen er ook amper signaleren als je ze boven vraagt, waarom heeft u nu wel de trap genomen? Misschien hebben ze die sticker niet eens gezien. Dit geeft een heel groot sturend effect op ons brein, hoe je jezelf ziet of waar je bij wil horen. Nou, tot slot,
Voordat ik straks ook naar jullie vragen ga, heb ik nog één vraag aan jullie. Stel je voor, helaas, het gaat niet zo lekker met je, je bent ziek en je moet naar een dokter. En je hebt de keuze uit twee artsen die allebei in hetzelfde ziekenhuis werken, die jou kunnen opereren en de nabehandeling doen. Dan zou ik graag willen weten voor welke arts u kiest. Ik snap ook dat de ene een acteur is, maar het gaat er even om dat het een arts is in het echt. Nou, ik zie dat er heel veel mensen voor McDreamy gaan. En dat is ook een logische keuze, dat zou ik bijna iedereen doen. En het zou ook heel logisch zijn als ik niet eerder, 10 minuten geleden, aan jullie heb uitgelegd dat mensen die knap zijn allerlei voordelen genieten die niet terecht zijn. Kijk, die knappe die jullie allemaal massaal kiezen, die had op school al voordelen. Die kreeg hogere cijfers. Die heeft eerder zijn stageplek gehad. Die ging makkelijker met collega's om, omdat hij een knap iemand makkelijker associëren. En die heeft daarna, is hij zo doorgerold in zijn werk. Is misschien een hele goede arts, maar hij heeft wel heel veel wind mee gehad. Die andere, die moet wel supergoed zijn in zijn werk, want van zijn uiterlijk hoeft hij het niet te hebben. Dus je had kunnen weten dat de beste keuze eigenlijk B is. Maar zo zie je ook bij jullie dat systeem 1 altijd wint van systeem 2. En dit soort signalen, ook als we net hebben uitgelegd hoe het werkt, dat het niet betekent dat het geen effect meer heeft. Dus als je hiermee mee wil werken, het lijkt heel simpel. Maar je zult elke keer moeten kijken wat voor functie vervul ik in het leven van mensen. Hoe kan ik daar het beste op inspelen? En zelfs als je dat allemaal weet, dan gaat het nog niet vanzelf. Dan is het nog steeds hard werken. En iedere keer blijven nadenken en blijven testen welk effect het op mensen heeft in de praktijk. En daarom is testen in de praktijk, wat velen van jullie kunnen doen, het beste wat je kunt doen om te achterhalen. Scheelt ook een hoop vergadertijd, want van vergaderen wordt helemaal niemand gelukkig. Ik ben benieuwd of jullie vragen hebben. Daar ga ik nu naar kijken. Mochten jullie op de hoogte willen blijven van dit soort thema's, kun je abonneren op de nieuwsbrief of luisteren naar de podcast die we daarvoor hebben. Ik zou het leuk vinden als jullie langs die kanalen laten weten wat je er vandaag van vond. Want dat is in deze setting iets moeilijker te peilen. Ik zie dat er wel vragen zijn. Een vraag die gesteld is, hoeveel keuzeopties ideaal is? Dat is een hele goede vraag, omdat je geen keuzestress wil creëren, maar ook niet het idee geeft dat je eigenlijk geen keuze hebt. Het antwoord hier is vrij specifiek, is 6. Dit hebben ze onderzocht. Als je 40 soorten jam of chips of wat dan ook aanbiedt, dan gaat er in het brein het mechanisme aan de gang dat we bang zijn de verkeerde te kiezen. En als je 1 uit 40 kiest, heb je er 39 niet gekozen, dan is de kans nogal groot dat 1 van die 39 beter was. Als je 6 aanbiedt, daar ligt het optimum. Helaas heeft dat dan het nadeel dat je in de supermarkt ziet dat elk merk 6 soorten tandpasta aanbiedt. Dan sta je alsnog voor een rek met 36 of meer opties. Maar 6 is het optimale keuzeaanbod. Minder dan 3, ja, dan geef je mensen inderdaad het gevoel dat het niet superveel keuze is. Maar bij 6 denkt ons brein het wel goed aan te kunnen. Een andere vraag. Die is helemaal eens met het voorbeeld van de kroketten en dat het inderdaad werkt, maar dat mensen eerlijk willen kunnen kiezen. Dat snap ik. Je moet sowieso nooit liegen. De vraag is natuurlijk wel wat mensen dan verstaan onder de term kroket. Bij Blijdorp heeft ze gewoon afgevraagd, mensen willen een kroket. Dit is een kroket, die krijgen ze. Is daar iets oneerlijks aan? En daarbij is weer heel belangrijk wat de norm is, wat de basis is. En in hoe grote letters je het erop zet. Als je bij de McDonald's, wat ik al noemde, een Big Mac voortaan geen vlees zou hebben, behalve als je erom vraagt, blijft het eerlijk. Maar zul je toch een grote verschuiving in het gedrag zien. Als je mensen uitnodigt en zegt standaard vegetarisch, geef aan als het iets anders is, blijft het eerlijk. En voor de vraag inderdaad die je stelt, mag je mensen iets anders geven dan ze verwachten. Ja, dan hangt het natuurlijk ook af van ja, wat bestellen we eigenlijk als we kroket bestellen. Ik weet zelf ook niet eigenlijk wat er in een frikandel of een echte kroket zit. Maar je moet mensen wel ergens laten weten, net zoals met camera's, moet je wel ergens laten weten dat hoe het echt zit. Maar bij een kroket denk ik dat het niet zo'n probleem is. Als je verder gaat, ja, het probleem is dus mensen willen niet kiezen. Dus willen ze dan eerlijk kiezen? Ik denk dat als je het doet voor een doel dat niet mensen slechter maakt en niet extra veel geld uit hun zakken klopt, dat je het dan wel kunt doen.
Een rookvrije generatie. Dat is een vraag om het brein te beïnvloeden. Om ze toch dat je toch kunt blijven roken op plekken waar het niet mag. Ja, ik zag het zelf in de Efteling. Die hebben ook een rookverbod afgekondigd. Dus daar lopen mensen nu met een peuk een beetje achter een lijf. Niet handig, want daar lopen ook kleine kinderen op die hoogte. Maar goed, het beste om roken tegen te gaan is de sociale norm. Die dingen op pakjes en zo gaat gewoon niet werken zolang het cool blijft om te roken of jouw vrienden roken. Dus het beste zou zijn een soort stigma. Dus dat die hokjes op afstand staan en koud zijn en dat mensen dat het er eigenlijk niet uitziet als je er staat. Dat doet meer dan het feit dat je naar buiten moet. Maar goed, vervolgens in dat rookhok vind je natuurlijk allemaal mensen die het met je eens zijn. Dan kun je elkaar weer lekker bevestigen dat het toch wel prima is om te roken en dat je het slachtoffer bent van van vertrutting. Dus de beste manier is om de norm te stellen dat je ook niemand anders ziet roken. In stadions, in de Efteling is een duidelijke norm. Zo gaat het maatschappelijk steeds minder normaal worden. Je mag het nog steeds doen, het is je vrije keuze. Maar net zoals dat je niet om 10 uur 's ochtends over straat gaat lopen met een fles Jack Daniels aan je lippen, is roken misschien straks ook niet meer iets wat je in alle gelegenheden en omstandigheden doet. En in Nieuw-Zeeland hebben ze iets nieuws bedacht. Daarvan hebben ze gezegd, we willen af van de discussie over roken en dat we iets afnemen. Dus de leeftijdsgrens schuift daar nu mee. Dus als je vanaf 2009 geboren bent, zul jij nooit legaal mogen roken. Elk jaar, begint met 18 jaar, dan 19, dan 20. Dus zo willen ze eigenlijk uitstralen dat er, oké, mensen roken. Mensen zijn nou eenmaal verslaafd, dus moeilijk vanaf te komen. Je moet het niet doen, maar we ontmoedigen het wel. Maar je mag het nog steeds doen. Maar vanaf nu weten we hoe schadelijk het is. Dus alle jongeren vanaf nu zullen nooit tabak mogen kopen. En zo hopen ze het uit te faseren in één generatie tijd. En dan de laatste vraag. Welke functie een glimlach heeft in gedragsbeïnvloeding? Nou, de functie van het woord glimlach is dat ik nu merk dat ik meteen erbij ga lachen en vriendelijker ga kijken. Dus zo kunnen kleine cues al een functie hebben. Als je mensen gerust wil stellen, op zijn gemak wil laten voelen, dan heeft dat veel waarde. Dan voelen mensen zich prettig, gaan ze ook sneller zelf lachen en prettiger gedrag vertonen. Mensen spiegelen zichzelf constant aan elkaar. En eigenlijk de belangrijkste drijfveer bij al die dingen die ik genoemd heb, de ene die alles kan overtreffen, is je sociale omgeving, is de feedback die je krijgt van andere mensen. We zijn echt kuddedieren, dus als we ergens zijn en mensen lachen ons vriendelijk toe, voelen ons op ons gemak, blijven we langer binnen, durven misschien ook een vraag te stellen. Als je al aangekeken wordt met een blik van, oh, komt die nou weer doen, dan kom je waarschijnlijk helemaal niks doen en dan ben je ook snel weer weg. Dus ik hoop dat ik genoeg gelachen heb de afgelopen 40 minuten, zodat jullie nog allemaal zitten te kijken en hier wat van opgestoken hebben. Mochten er nog vragen zijn, mail gerust na en anders tot ziens. Dank jullie wel.